Goedemorgen allemaal. Welkom in Loods 8. Namens NIMA heet ik jullie van harte welkom. Mijn naam is Eva Slot. Ik zit in het bestuur van NIMA Young Professionals. En wij organiseren events voor marketeers onder de 35 jaar. Dat doen we voor merken zoals KLM, Jumbo, HEMA. Dus grote A-merken, maar we doen ook van allerlei events op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dus welkom namens NIMA. We gaan zo luisteren naar een presentatie van Frans Reijgaard. En Frans die gaat een presentatie geven over zo presenteer je met power. Frans is daarnaast klantenluisteraar, noemt hij zichzelf. Dus dat betekent dat hij bedrijven helpt om goed te luisteren naar klanten. En daarnaast spreekt hij ook heel veel. Hij zegt dat hij spreekt van Veenendaal tot Las Vegas en van Katwijk tot Kuala Lumpur. Dus ik ben heel benieuwd. Ik zou zeggen een warm welkom voor Frans Reijgaard. Make a big noise, playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing. We will rock you. Gino, stop maar. Eva, waar ben je? Dit doen we even opnieuw. Ja? Doen we even opnieuw. Wil jij mij even aankondigen? Welkom bij deze presentatie die gaat over zo presenteer je met power. En ik wil graag het woord geven aan Frans Reijgaard. Dankjewel Eva voor de mooie aankondiging. Ik denk dat ik een jaar of 5, 6 geweest moet zijn toen ik in Voorburg in de flat waar ik woonde met mijn ouders in de woonkamer zat te luisteren naar de radio. En mijn moeder kwam de woonkamer in en die zag dat ik zat voor de radio en dat ik dit deed. En mijn moeder zei, wat doe je? Ik zeg, ik speel met de muziek. En ze zei, hoe bedoel je? Ik zei, nou, als ik zo doe, hoor ik niets. En als ik zo doe, hoor ik de muziek. En mijn moeder zei, wat bedoel je? Ik zei, nou, als ik zo doe, hoor ik de muziek. En als ik zo doe, hoor ik niets. Dat was het moment dat mijn moeder ontdekte dat niet alleen haar dochter, mijn oudere zus, maar ook haar zoon aan één oor doof was. Grappig hè, als je je klantenluisteraar noemt en je bent aan één kant doof. Maar dat ben ik. Mijn moeder was geschokt. Hier stop ik even. Wat is er hier gebeurd net? De aankondiging van Eva. Het licht veranderde. Ik ben hier op het podium gekomen met veel energie. Dank voor het meedoen. Dat moet ik altijd maar afwachten. Als ik hier ga staan klappen, misschien neemt u wel een houding aan van nou, jouw feestje. Maar ik doe niet mee. Ik ben er nog niet. Misschien kom ik er. Toen de tweede aankondiging. En ik heb hier een verhaal verteld, een waar verhaal, een persoonlijk verhaal. Wie zegt, het eerste spreekt mij meer aan dan het tweede? Zie je daar hand omhoog gaan? Daar, 2 handen, 3 handen. Wie zegt, 4 handen, 5 handen? Wie zegt, het tweede spreekt mij meer aan? Oké, grappig. Er is niet één waarheid, hè? Het feit dat de meerderheid meer gecharmeerd is van de tweede aanpak, wil niet zeggen dat de mensen die gecharmeerd zijn van de eerste aanpak, dat die het mis hebben. De eerste aanpak, maar dat is mijn observatie, doet mij denken aan Steve Ballmer. Wie zegt de naam Steve Ballmer? Niets, want dan schets ik het even. Steve Ballmer, Microsoft, Google het maar even, Ballmer, B-A-L-M-E-R, Steve Ballmer. Dat is, en nou geef ik er even een kleuring aan vanuit mijn perspectief. Een iets te zware, een grote, een iets te zware, kale man, dan ben ik altijd al wat argwanend, die regelmatig voor Microsoft
bij shows van Microsoft opkwam met heel harde muziek. Misschien ook wel We Will Rock You van Queen. En dat was heel energiek. En elke keer als ik het zag, dacht ik, doe het nou niet. Herkenbaar? Of zeg je, nou, ik heb dat nooit gehad, spreek me aan. Kan allemaal. Waarom vertel ik je dit? Het is heel erg bepalend om voor jezelf te ontdekken, wat spreekt aan bij het publiek en past dat bij mij? Ik ben ooit jaren geleden naar een lezing geweest van Emiel Ratelband. En die energieke opkomst, dat was overigens voordat Emiel Ratelband een karikatuur werd van zichzelf. Hij had een fantastisch verhaal. Het was overigens volgens mij in Maastricht op het congres. Ment weet dat nog wel. Een Dark Marketing congres. Een fantastisch verhaal, fantastische energieke opkomst. En nou, dat was nog tjaka. En dat paste bij hem. En het paste bij het publiek, paste bij het moment, was prima. Maar ik heb ook sprekers gezien bij wie het veel beter past om een verhaal te vertellen en het klein te houden en de connectie en de power, want daar hebben we het over, dit half uur, te zoeken in het verhaal. Zegt de naam Ton Boot je nog iets? Ton Boot, een vroegere basketbalcoach, gewerkt over de hele wereld, gewerkt met de groten der aarde in basketbal. Die heb ik ooit een lezing zien geven, alleen het woord lezing al, want we hebben het hier over presenteren, is toch weer wat anders, voelt anders. Maar een lezing achter een katheder, dat vind ik al dodelijk. Ik zou dat niet willen, maar hij stond achter een katheder. Ton Boot, voor wie hem niet kent, hij sprak monotoon met een vlakke mimiek. Daar komen we zo nog even op. Hij heeft een uur, ongeveer 3 kwartier tot 1 uur gesproken voor een groep ondernemers. En iedereen was stil en hing aan zijn lippen. En hoe zou dat komen, denk je? Hij stond achter een katheder, vlakke mimiek, monotoon. Maar hoe kun je dan toch 3 kwartier tot 1 uur mensen boeien? Een zaal van pak een beet 100 ondernemers. Sorry? Autoriteit. Autoriteit. Een bekendheid helpt altijd. He, omdat hij bekend is, men weet iets van zijn achtergrond, is men toch benieuwd naar zijn verhalen. Sorry? Storytelling. Storytelling. Exact, wie zei dat? Ja, storytelling. De man zit vol verhalen. Ja, een paar jaar geleden mocht ik aanwezig zijn bij een lezing van Jan Lammers. Ik zocht even zijn voornaam. Jan Lammers. Ja, die man zit ook vol verhalen. Ja, dus dat is het voordeel van sporters of andere bekendheden. Oké, waarom zeg ik dit? Ontdek wat je stijl is. Dit wordt een half uur waarin ik je niet ga vertellen. Verwacht dat niet. Dit moet je doen, dat moet je doen, dat moet je doen. Ik heb de neiging om te zeggen van nou, we hebben 7 gouden regels. En gouden regel nummer 8 is, er zijn geen gouden regels. Ik ga je wel wat tips, handvatten geven waar je je eigen presentaties mee kunt verbeteren. En de meesten van u, schat ik in, corrigeer me als ik het verkeerd zeg, spreken denk ik, als we het hebben over presenteren, spreken voor een groep of willen spreken voor een groep, maar niet op een podium. Vaak is dat in een zakelijke context voor klanten, voor collega's, voor directie, voor business partners. Klopt dat? Of is hier iemand die zegt, nee, ik sta meestal op een podium? Nee, dus die aanname klopt? Oké, dan gaan we daar even op verder. Dan is de situatie al anders dan die hier is. Dan ga ik je toch al meteen een tip geven. Zorg ervoor dat er altijd iemand is die jou introduceert, die jou aankondigt. Tenzij ze, nou, dat is bij mijn collega's niet nodig, die weten wie ik ben. Maar zelfs als het andere mensen zijn in je organisatie waarmee je niet dagelijks contact hebt, het dient je publiek en het dient jou als je even wordt geïntroduceerd. Het ergste dat je kan gebeuren is dat iemand, de dagvoorzitter, moderator of hoe hij of zij ook maar heet, zegt van nou, onze volgende spreker is Pim. Pim stelt zichzelf zo wel even voor. Niet doen. En daar kun je op sturen. Dus zorg ervoor dat je vooraf, zoals Eva en ik ook vooraf even contact hebben over hoe ik geïntroduceerd zou willen worden. Op een wijze die jullie dient, zodat je een beetje weet wie ik ben en die mij dient. En dan kan ik beginnen met mijn verhaal, of in dit geval met de act, noem ik het maar even, van de energieke opkomst en daarna het verhaal. Dan hoef ik niet meer geïntroduceerd te worden. Oké, we gaan het hebben over 7 handvatten. 7 handvatten om beter te presenteren.
En ja, het zijn er 7, maar misschien zijn het er wel 21, want ik probeer een beetje per handvat 2, 3 tips te geven. En pik daar gewoon vooral uit wat jou past. En we gaan het hebben over gebaren, we gaan het hebben over lichaamstaal, we gaan het hebben over mimiek. Maar er zijn 2 dingen die daaraan vooraf gaan, die cruciaal zijn. Die veel belangrijker zijn nog dan hoe je het doet. Ik noemde net even, maak even een sprongetje, noemde ik Ton Boot. Wouter de Vries, professor Wouter de Vries, zegt die naam je iets? Professor Wouter de Vries, overigens de broer van Peter R. de Vries. Professor Wouter de Vries, als je de kans krijgt hem ooit te horen, hij is professor in dienstenmarketing, als ik het goed heb. Als je de kans krijgt om ooit naar een lezing van hem te gaan, grijp die kans. En als je naar Wouter de Vries luistert, je doet je ogen dicht, dan klinkt hij als een kruising van Rinus Michels en Malle Pietje. Ja, dus hij praat een beetje zo. Hij praat Amsterdamse accent. Hij praat als een matrixprinter. Ja, als je nog weet wat dat is. En buitengewoon geestige man. Heel deskundig, vlecht heel veel humor in zijn verhalen. Een groot plezier om naar te luisteren. Die man doet, technisch gezien, als je alle boekjes leest, alles fout wat je als spreker fout kunt doen. Hij staat soms naar het scherm en staat hij met zijn rug naar het publiek. Nou, dat leer je in sprekersland is een no-go. Vind ik niet, maar dat zeggen ze. Hij staat soms, hij heeft dan een pak aan en dan staat hij met zijn handen in die steekzakken van zijn pak. Nou, dat doe je ook niet. Of hij heeft daar sleutels in zitten, of dat weet ik ook niet. Daar hebben mannen ook nog eens, of los geld. Dus in die zin doet hij technisch dingen die je als spreker niet hoort te doen. Maar niemand stoort het. Want de man is, en vergeef me dit woord, is authentiek. Hij is grappig, hij is inhoudelijk goed, hij boeit. Je verveelt je geen moment. En dan zijn al die dingetjes, die techniekjes waarvan je zegt, dat kun je beter niet doen, die zijn irrelevant geworden. Er werd al gezegd, storytelling, als zijn inhoud goed is, en hij doet het op een hele plezierige manier, dan vallen die andere dingen weg. Ik zal er niet voor kiezen. Mijn handen in mijn zakken te doen of mijn telefoon in mijn broekzak of wat dan ook. Maar het zijn details. Oké, dus authenticiteit. Het allerbelangrijkste is je verhaal. Ik kan natuurlijk vertellen van hoe moet je staan. Maar je moet niks. Maar wat is je verhaal? En ik heb je net een verhaal verteld, een waar verhaal, over hoe mijn moeder ontdekte dat ik aan één kant doof was. Overigens iets dat ik al jaren wist. Maar ik dacht als kind dat iedereen aan één oor doof was. En je mag dit gek vinden, maar dat dacht ik oprecht. Ik dacht, zoals iedereen met rechts schrijft of met links schrijft, of met rechts een bal trapt of met links een bal trapt, zo hoor je ook met links of rechts. Dus voor mij was dat helemaal niks schokkends, voor mijn moeder wel. En die liep al in het ziekenhuis met mijn zus vanwege gehoorklachten, dus die nam mij ook eens mee. Die dacht van, hij heeft ook weer wat, hè? Die kleine aandachttrekker. Dus ze zei tegen die KNO-arts, zou u hem ook even willen testen? Nou, dat is een waar verhaal. Dat is een waar verhaal. En ik hoop dat je dat ook voelt. Want als ik een tip mag geven, als je je verhalen zoekt, zorg dan altijd dat je niet verhalen van anderen vertelt. Je publiek ruikt dat. Mensen hebben een feilloze sensor voor verhalen die niet waar zijn, niet kloppen. Dus zoek altijd verhalen, schrijf ze op. Jouw verhalen uit je jeugd, uit je werk, uit je privéleven. Je pijnlijke verhalen, mooie verhalen, schrijf ze op. Maar er is nog een dieper verhaal. En dat is niet het verhaaltje dat ik net vertel over mijn moeder. Die ontdekte dat ik aan één oor doof was. Maar dat is, wat is jouw verhaal van binnen? Ik hoorde net Noor van Ethos vertellen over wat haar drijft. Ze gebruikt het woord purpose. En toen had ze het in het begin van haar verhaal over de wereld mooier maken. Dat wil Ethos en dat wil zij ook. Ik ben wel benieuwd naar, wat is nou nog meer dat verhaal? En vaak zit jouw diepere verhaal in iets wat jou echt raakt. Wat jou heel boos maakt of wat jou verdrietig maakt. Waar kun je van huilen? Wat zou je, als je de knop mocht indrukken, in de wereld verbeteren? Nu. Nou, mag ook morgen, maar het liefst nu. Ja. En dat is zoeken. Ik heb moeten zoeken en ontdekken dat luisteren mijn verhaal is. Dat is het verhaal van mijn leven en het is het verhaal in mijn werk. Omdat het mij altijd heeft gestoord in marketing. Ik heb altijd een haat-liefde verhouding gehad met mijn vak.
Dus ik heb gezien hoe mooi marketing is, kan zijn. Alleen als ik dan keek in de praktijk van de bedrijven waar ik werkte, dan vond ik dat we er iets van maakten wat liefdeloos was. Waarbij marketing toch eigenlijk vooral vaak sales was. En waarbij we, excusez-moi, scheid hadden aan de klant. Dus we fraten wel van de klanten, maar echt omgeven. Ik zeg heel eerlijk, en ik ben niet cynisch, dat de CEO's die ik heb meegemaakt, waarvan ik echt voelde dat die knokten voor de klant, ik denk niet dat ik tot 5 kom. En dat is wat het vuurtje wat in mij brandt. Nou gaat het hier niet om mij, maar het is heel interessant voor jezelf om na te gaan, wat is het vuurtje dat bij mij brandt? En misschien dat je dat niet zomaar oplepelt. Wie van u zegt, ik weet het wel. Ik kan je zo vertellen wat mij drijft. Waar ik 's morgens mijn pet uit kom, omdat ik hoop dat als ik ooit mijn hoofd erbij neerleg, dat ik iets heb bijgedragen aan het verbeteren daarvan. Wie weet het? Eva, zou jij naar die meneer en daarna naar die mevrouw willen gaan en vragen, wat drijft je? Ja, dan moet ik het helaas wel gaan navertellen. En wil je het herhalen, zodat we het allemaal kunnen horen? Je mag beginnen bij die mevrouw. Ja, ik moet het helaas navertellen, want ik mag u niet de microfoon geven vanwege de regels. Laten we beginnen met uw naam. Jacqueline van den Bergen. Van Bureau Vrouwen die Bouwen. Ja. Dus dat is iets wat je anderen zo gunt? Oké, hartstikke mooi. Gaan we niet dieper op in, maar het is, dat klinkt als iets moois. Dat kan me helemaal voorstellen dat je daar heel veel voldoening van krijgt. Dus jij wilt helpen anderen zich volledig te ontplooien, tot bloei te komen. Zeg ik het goed? Prachtig, hartstikke mooi. En u? Dag. Christian Knopper, sorry, CK Motion. Ja. Kun je het herhalen? Ja, dit richt zich meer op teams, op deze manier, en echt om meer de mensen en de organisatie in beweging te krijgen, maar dan op teamniveau, begrijp ik. Ja. Oké. Waar ik benieuwd naar ben, is, dat hoeven we niet nu te doen, maar is nog dieper te graven, wat is dat dan, dat, hè, wat ik u hoor zeggen is hoe. En waar ik dan nog naar op zoek ben, is de bekende why. Wat is er nou toch dat ergens bij jou van binnen brandt om dat te willen? En het zou wel eens kunnen zijn dat als je daarna op zoek gaat, dat je ergens anders uitkomt. Dat er ergens, en dat kan in het systeem liggen waaruit je komt, het gezin. Waaruit je komt, familie waaruit je komt, het kan van alles zijn. Het is heel interessant, als je dat namelijk vindt, heb je verhaal. En dan heb je nog niet, dan kun je ook je verhaal gaan creëren en verhalen gaan verzamelen. En dan vallen je ook ineens dingen op van, oh, daarom is het dat mij zo raakt. En hoe kan ik dat gebruiken in mijn werk? Want als u een presentatie geeft, als je een presentatie geeft, sorry, ik ben opgevoed met u, dus ik heb de neiging dat te gebruiken, maar het schept zo'n afstand. Ook als je een presentatie voorbereidt aan de raad van bestuur of aan je collega's, is storytelling, het werd al genoemd, een wapen. En als je daar verhalen in kunt vlechten, en dat kan iets zijn wat vanmorgen is gebeurd, maar het kan ook iets zijn wat vroeger is gebeurd. Als je daar verhalen in kunt vlechten, weet je mensen te raken en aan je te binden. Oké, dus er zijn hier een aantal mensen die hebben het al gevonden. Een aantal andere mensen zijn daarna nog zoekende, maar dat is de sleutel. Als je dat hebt, maakt het minder uit hoe je staat, wat je doet en hoe je je stem gebruikt enzovoort. Oké. Het tweede is je persoonlijkheid. Je stage personality. Hoe is die? Ik had het net over Steve Ballmer. Wat zie ik als ik Steve Ballmer zie? Dat is een beetje bullebak-achtig. Steve Jobs was in mijn beleving een aaibare, innemende man. Die niet zoveel om kleding gaf. Is mijn observatie. En als je de autobiografie van Steve Jobs leest, dan ontstaat er ook een beeld van vroeger althans, een beetje viezige man. Wie heeft de biografie van Steve Jobs gelezen? Een hele aparte. Wie heeft er gelezen? Steve Jobs? Ja? Klopt het wat ik zeg? En ja,
weird. Hè? Het was toch een beetje apart, maar ook niet echt, echt fris. Dat draag je dan mee als je die man ziet. Maar geniaal. Hè? Als je het hebt over luisteren naar klanten. Hij luisterde al naar zijn klanten voordat hij naar zijn klanten luisterde. Want hij wist namelijk waar de pijn van klanten zat. En alles wat hij deed, deed hij vanuit de diepgewortelde wens om het beter te maken. Ja, dit kunnen onze klanten toch niet aandoen, dat ze dit moeten doen en dat moeten doen. Dat moet toch makkelijker kunnen? Dat dreef hem. Nou, je persoonlijkheid, wat je kan helpen om te ontdekken wat je persoonlijkheid is. Want het is heel moeilijk om te weten, wie ben ik nou als ik hier sta? In de ogen van de mensen die mij zien. Als ik voor mijn collega's sta, wie zien ze dan? Is het aan mensen vragen? En het beste is nogal om het aan mensen te vragen die jou nog niet kennen. Die jou nog niet vaak hebben gezien. Associeer eens. Wat zie je en wat voel je als je mij ziet staan? En het kan best zijn dat dat iets anders is dan jij zou willen. Dat je anders gezien zou willen worden dan anderen je zien. Nou, dan heb ik slecht nieuws voor je. Doe het dan toch maar met wat anderen zien. Want dat ben jij. Dat ben jij. Ja, dus je stage personality. Als ik zeg Theo Maas, dat is waarschijnlijk iemand die de meeste van ons kennen. Wat voor stage personality? Associeer eens. Wat zie je? Een beetje chagrijnig, Nors. Beetje chagrijnig, Noors. Hoeft niet voor iedereen hetzelfde te zijn, maar dat is in ieder geval wat u ziet. Kritisch. Hè, denkend. Zich dingen afvragend. Wat zie je nog meer? Fysiek? Groot vent. Groot? Hij is groot. Is hij... Sorry? Overtuigend. Hij is overtuigend. Maakt hij connectie met zijn publiek? Hé, hey, twijfelen jullie? Zie je hem connectie maken met zijn publiek? Beledigend. Oké. Ja, zo zie je ook, hè? Smaken verschillen. Ja, oké. Ja, ik zie hem veel connectie maken met het publiek. En dat doet hij soms door natuurlijk, dat hoort bij cabaret, dat hoort ook bij stand-up comedy, dat je er eentje uitpikt waarop je gaat pikken. Maak je geen zorgen, hoor. Ik was het nog niet van plan. Tenzij je aanleiding geeft. Dat hoort erbij. Maar hij komt echt bij de mensen binnen. Is mijn observatie. Oké. Misschien heb je het in de gaten, misschien ook niet. Dat is wat hier al heel veel gebeurt. Al direct na het begin heb ik ervoor gekozen om je te vragen, wat spreekt je het meest aan? Die eerste stijl, de Steve Ballmer stijl, of het persoonlijke verhaal? En ik heb jullie gevraagd om te reageren. We zijn even rondgegaan. Ja. Dat klinkt heel flauw en ik wil niet hier de indruk wekken dat ik hier alleen maar trucjes doe. Maar het is een techniek om te zorgen dat je de mensen snel in je verhaal trekt en bij jou betrekt. Ja, dus dat is ook een tip die je meteen kan meenemen. Zorg, het gaat toch om likability. Het gaat erom, als je wilt dat mensen jouw verhaal meenemen, dan moeten ze jou meenemen. Als ze zich afsluiten voor jou, dan wordt het heel lastig om dat verhaal nog mee te krijgen, mee te geven. Als ik Steve Ballmer zie opkomen, dan sluit mijn brein zich al af voor wat hij te vertellen heeft. Dat is geen bewuste keuze, dat gebeurt automatisch. Betekent dit dan ook dat jij deze sessie, als bijna iedereen zijn hand opgestoken had met power, dat je deze sessie nu wat anders in zou steken? Had gekund, ik was er benieuwd naar. Ik ben sowieso iemand, dat is niet altijd de juiste stijl, die niet dingen op mensen legt van dit moet je doen en dat moet je doen en dat moet je doen. Dus sommige mensen willen die duidelijkheid soms wel. Nou, daar ben ik niet de man naar. Want die energieke stijl kan bij die meneer heel goed passen en bij jou misschien minder of andersom. Ik had er rekening mee gehouden, want daar moet je altijd wel rekening mee houden, dat als je vraag stelt dat je geen antwoord krijgt. Of dat als je hier gaat staan en gaat staan klappen, dat er niemand meedoet. Dat had mij helemaal niets verbaasd, zeker in de setting waarin we nu in de coronatijd zitten. Dit is wel even natuurlijk een andere energie dan we gewend zijn als we dicht op elkaar zitten. Dus ik hou daar rekening mee. Ik ben daarop voorbereid dat als ik een vraag stel dat ik geen antwoord krijg. Ik ben erop voorbereid dat als ik interactie zoek, dat die interactie niet komt. Overigens was dat in deze situatie helemaal prima geweest. Want dat had namelijk bewezen
dat je niet iets moet doen wat niet bij je past. Ik ben denk ik best een energieke spreker, maar dit soort bijna ja, show-achtige dingen, ja, ik vind poppenkast. Als er geen interactie was geweest, had dat aan mijn boodschap niks afgedaan. Want wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat die eerste opkomst, ik zou bijna zeggen, doe het niet. Als je niet zeker weet dat je publiek, dat het past bij je publiek, als je niet zeker weet dat het past bij jou, bij de setting, doe het niet. Doe het niet. Kies dan voor het storytelling, kies dan voor iets kleins, voor iets, een persoonlijk verhaal, om daar de connectie mee te maken. Ja? Ik ga even verder. Persoonlijkheid. De derde is lichaamstaal. En nou ja, zoals het woord al zegt, dat is de taal van je lichaam. Voordat je ook maar iets hebt gedaan, hebben mensen daar een beeld bij. Nou, ik kom weer met Steve Ballmer, maar daar heb ik een beeld bij. Als jouw lichaam klopt bij jouw thema, dan is prima. Maar ik zie soms sprekers waar de boodschap niet klopt met hun lichaam. Ik ga geen namen noemen, want dat is pijnlijk, maar ik ken een spreker die spreekt over accountability en over discipline. En hij is veel te zwaar. En ik weet, want ik ken hem, dat hij ook dat hij moeite heeft met de eetdiscipline en de beweegdiscipline, daar een balans in te vinden. En dat hij graag snoept. En dat is helemaal oké, want ieder maakt zijn eigen keuze, dus ik veroordeel dat niet. Maar als je op een podium staat, als je voor een groep staat en jouw verhaal is niet congruent met wat de mensen zien, dan is je boodschap niet geloofwaardig. Dan bereik jij je doel niet. Dus zorg dat wat jij vertelt klopt met wat mensen zien. We hebben net Noor gezien en dit is heel vervelend, hè? Want we kunnen zeggen van ja. Wat maakt het uit hoe iemand eruit ziet? Nou, als spreker maakt dat uit, want alles communiceert. Dus denk erover na. Het kan best zijn dat ik straks tot ontdekking kom, en had ik graag gehad dat iemand het had gezegd, dat mijn gulp open stond, of dat mijn veter los zit, of wat dan ook. Dat kan, maar denk er wel over na. En werk aan jezelf als je vaker voor groepen staat. Ja? Dus ik ben even haar naam kwijt. De Bok heet ze ook, minister in België. Ja, die wordt vaak belachelijk gemaakt. Ik weet niet of de dame in kwestie hier, wie haar niet kent, zij is zwaar en heel erg zwaar. En ik weet niet of zij een afwijking heeft in haar stofwisseling of iets anders waardoor dat veroorzaakt wordt, weet ik niet. Maar volgens mij is ze zelfs minister van Volksgezondheid. Ja, het is niet gek dat er veel grap over gemaakt wordt, want dat matcht niet in ons brein. Ja, dus ben je daarvan bewust. Oké, lichaamstaal. Je stem. Nou, je hoort al wat ik nu doe. Ik zei net Ton Boot, heel monotoon. Als je de keuze hebt, en de keuze heb je, dan kies er dan voor om je stem te variëren. Over het algemeen vinden de mensen voor wie je spreekt een lage stem plezieriger dan een hoge stem. En als je het hebt over een stem, heb je het over je ademhaling. Dus probeer je. Wie weet dat hij hoog ademt? Dus als hij ademhaalt, ik zie daar een hand omhoog gaan. Zit vooral hier. Ja, ik zie nog een hand omhoog gaan. Wie weet dat hij laag ademt? Of wie zegt, ik zie ook wel een hand omhoog gaan. En wie heeft geen idee? Ja, tot die categorie hoorde ik ook. Dat ik heb eigenlijk geen idee. En pas toen ik erover na ging denken, kwam ik tot de ontdekking dat ik hoog ademde. Met als gevolg dat als je hoog ademt, dat je stem ook omhoog gaat. En dat is voor je publiek niet plezierig. Dus als je dat weet, dan kun je oefenen. Dan kun je ademhaling oefenen en zorgen dat je, als je ademhaalt, dat die buik bol wordt. Dat je hier, dan gaat je stem meestal ook omlaag. Terwijl als je gespannen bent en je gaat sneller ademen en hoog ademen, dan gaat je stem ook omhoog. Nou, niet zo, maar je begrijpt wat ik bedoel. En dat kun je oefenen vooraf. Ik heb vanmorgen in de auto zelfs hier naartoe, het was vroeg, ik ging om 7 uur de deur uit, dan zit ik ook mijn stem al te oefenen. Ook om mijn stem warm te maken, ook om los, want ik weet niet of jullie dat hebben. Ik heb 's ochtends een beetje een kikker in mijn keel. En ik wil niet dat als ik hier sta, dat ik moet kuchen. Dus ik wil zorgen dat als ik hier sta, dat mijn stem warm is.
Dus ik zit gekke geluiden te maken. Ik denk dat mensen die mij zo snel weg passeren, denken, zit die nou te doen? Maar goed, ik word toch al uitgelachen. Dus dat kan er ook nog bij. Oké, dus je stem. Oefen je stem. En ja, weet je, zeker in de auto, in de trein zal ik het niet zo gauw doen. Maar in de auto kun je klanken uitstoten om goed die stem los te maken. En als mensen dat raar vinden, als je hier in een ruimte bent en je zoekt even een plek op om dat te doen, of je gaat even buiten, dan vinden ze dat maar raar, maar dat komt je presentatie ten goede. Ja, stemoefeningen. Oké. Mimiek. Wat kunnen we daarover zeggen? Ik noemde al Tom Boot, vlakke mimiek. Laat met je gezicht zien wat je boodschap is. Dus als jij een verhaal vertelt over iets dat pijnlijk is, accentueer dat dan in je gezicht. En naarmate de zaal groter is, we hebben hier een grote zaal, maar de meeste mensen zitten tot ongeveer de helft. Daarmee wil ik jullie niet tekort doen. Fijn dat je er bent. Dan kunnen je gebaren en je mimiek kunnen wat kleiner zijn dan als mensen ver weg zitten. Naarmate de zaal groter is, moet je expressie ook sterker zijn. Ja, wil je dat mensen laten voelen. Okay. En voor mimiek geldt trouwens ook dat je dat kunt oefenen. Dus je spieren losmaken, gek bekken trekken. Is helemaal niet erg. U mag er nu mee stoppen. Maar dus zorg dat dat lichaam lekker los is. Als je vaker spreekt en lekker wil spreken, kan ik je ook adviseren, doe aan sport. Ik heb echt het idee dat ik kan zien op een podium of mensen vrij bewegen, of ze lekker bewegen, of ze lichaam voelen, of ze in contact zijn met hun eigen lijf. En sport helpt daarbij. Of laat ik zo zeggen, bewegen. Het mag ook wandelen zijn, maar zorg dat je beweegt. Ja. Oké, dat over mimiek. We zitten bij punt 6. Ja. Hoe zit ik in de tijd, Eva? Ik mag nog even? 5 minuten hoor. Mijn horloge. Oké. Oké, we hebben nog een paar minuten. Oogcontact, ja, dat is een interessante. Wat ik hier doe, ik kan moeilijk oogcontact maken met de mensen die daar zitten. Ik zie jullie wel, maar dat is moeilijk om oogcontact te maken. Hier lukt het zeker. En naarmate we verder achter gaan, wordt het moeilijker. Het suggereren van oogcontact, want u heeft mevrouw het misschien al in de gaten gehad dat ik af en toe naar u kijk. Terwijl, ja, hebben we dan oogcontact? Dat weet ik niet, maar ik heb het gevoel van wel. En dat geldt voor die meneer ook. En daar zitten wat mensen meer in het donker. Die zitten wel op dezelfde rij, maar in het donker. Dan is het al lastiger. Maar zorg ervoor, als je spreekt voor een groep, dat je rondkijkt en steeds even plaatst. Ik heb voor mezelf een techniekje en nu gaat het automatisch van voor naar achter, van links naar rechts. Dus ik ben bij Eva geweest en bij u, mevrouw. En ik ben bij Ment geweest. Ik ben overal wel even geweest. Dus dan voelt iedereen zich gezien. Dat is nog niet helemaal de kracht van oogcontact. De echte kracht van oogcontact is wat ik nu doe, dat ik net iets langer bij u blijf hangen. En ik weet dat er dan iets gebeurt. En u heeft het misschien niet in de gaten, maar u heeft het al gedaan. Dan kan die man niks anders. En u heeft het heel sterk en heel snel. Dan knikken of lachen. Dan weet je, er is contact. Het is bijna uitgesloten dat iemand geen teken van leven geeft. Als je oogcontact maakt, ik kan het ook te lang doen, dan wordt het ongemakkelijk voor u. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Dus zorg ervoor dat als je spreekt, dat je net even blijft hangen bij iemand. Daarmee raak je de rest niet kwijt, want even later ben ik hier. Ja? Binnen de kortste keer, hij moet even lachen. Het was even zijn mond trok op. Of knikken. En dan weet je, oké, er is contact. Ja? Kun je oefenen. Ja, kun je oefenen. Oké, als laatste, gebaren. En wat ik net zei over de mimiek, dat je mimiek sterker moet zijn. Ik haat het woord moet, maar dat het voor de mensen achterin fijner is als jouw mimiek. Als je meer expressie toont voor een grote zaal dan voor een kleine zaal, een kleine groep. Dat geldt zeker voor gebaren. Dus als jij spreekt voor een grote zaal, maak dan ook wat grotere gebaren. Het is heel overdreven om die grote gebaren te maken als je staat in een vergaderruimte waar 8 mensen zitten en waar jij voor de groep staat.
Maar je moet het wel laten afhangen van de ruimte. Is de zaal groot? Grote gebaren. Is de zaal klein? Kleine gebaren. En spiegel je gebaren. Wat ik daarmee bedoel, is als ik zeg, en we gingen van A naar B. Dat is goed voor jullie. Dan dat ik zeg, nu doe ik even zoals het goed is voor mij. We gingen van A naar B. Dat is raar, hè? En we gingen volle kracht vooruit. Voor jullie is dat achteruit waarschijnlijk. Ja? Volle kracht vooruit is voor jullie die kant op. Dit is een lastige. Tijdens de training die ik geef voor Nima, vertel ik dat al vroeg in de training. En de rest van de dag gaan we daar naar kijken. En dat is, je hebt toch de neiging om de gebaren te maken vanuit je eigen perspectief. Maar maak ze vanuit het perspectief van de ander. En dat moet je oefenen, dat moet je wennen. Oké. Ik ga richting een afronding. Ik had het al even over mijn moeder. En ik neem je even mee naar toen ik ongeveer 10 jaar was. Toen was er een routine bij ons thuis. Elke avond, mijn vader kwam thuis rond 5:30. Die had een regelmatige baan en die kwam rond 5:30 thuis. En mijn ouders hadden een traditionele rolverdeling. Mijn vader runde het gezinsbedrijf buitenshuis en mijn moeder runde het gezinsbedrijf binnenshuis. Dus mijn moeder had dan gekookt en wij zaten met z'n vieren aan tafel. Mijn moeder zat daar, ik zat hier, mijn zus zat daar en mijn vader zat daar. En op een gegeven moment werd ik me ervan bewust, zo rond mijn 10e, dat mijn moeder de regie had. Mijn moeder had de leiding aan tafel. Ik noem het luisterend leiderschap. Mijn moeder toonde luisterend leiderschap. Die stelde vragen. En ze vroeg aan mijn zus hoe het gegaan was op school. En hoe het gegaan was met de vroege zwemles. Mijn zus trainde een paar keer per week. Dus die lag al om 6:00 ochtends, in mijn herinnering, in Den Haag in het zwembad. En ging daarna naar school. En ze vroeg aan mij hoe het gegaan was op school. En of ik lekker gevoetbald had enzovoort. En ze vroeg aan mijn zus hoe dat nieuwe boek was. Mijn zus las veel. En mijn moeder stelde vragen aan mijn vader over zijn werk. Mijn vader was altijd erg in zijn hoofd, was erg met zijn werk bezig, daar kon hij erg in opgaan. Soms heel positief, ik heb ook wel meegemaakt, soms wat minder positief, maar dat was belangrijk voor hem. En mijn moeder stelde er vragen over. En het viel me op een gegeven moment op dat mijn moeder de avonden daarna vragen stelde naar aanleiding van dingen die hij de avond of avonden ervoor had verteld. En op een gegeven moment worden kinderen cynisch. En zo rond hun 12e, 13e, het kan verschillen in de puberteit. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment dacht over mijn moeder, van je stelt die vragen nou wel aan papa, maar weet je wel waar die het over heeft? Want ik wist dat vaak niet. Mijn vader overleed in 2008 en in de jaren daarna had ik vaak persoonlijke gesprekken met mijn moeder. Zelfs persoonlijke gesprekken waar ik over verbaasd was. Intieme gesprekken, maar blijkbaar voelde zij de behoefte om die met mij te delen. Dus dat waren mooie momenten. Op een gegeven moment vroeg ik haar, ik merkte dat mijn moeder het fijn vond als ik vertelde over herinneringen uit mijn jeugd. Hoe dingen bij ons thuis gingen. En ik vertelde haar dit verhaal. En ik zei ook van, ja, op een gegeven moment vroeg me ook af, weet jij wel waar hij het over heeft? En ik was verrast door haar antwoord. Ze zei, nee, vaak niet. Ze zei, maar dat was ook niet waarom ik die vragen stelde. Ik was zijn echtgenote. Hij was mijn partner. Hij was mijn man. En ik wilde een goed huwelijk. En ik wilde weten hoe het met hem ging. Dus het ging mij dan niet om precies te weten wat voor werk hij deed. Het ging mij erom om precies te weten wat dat werk met hem deed. En toen dacht ik, wauw, volgens mij is dit de kracht van luisteren. Dat je kunt luisteren naar de ander, niet precies om te weten wat doe je, maar om precies te weten wat doet het met jou. Waarom vertel ik je dit? Om te eindigen met storytelling, maar ook om je te vertellen, en dan kom ik op dat verhaal, dat punt 1, om je te vertellen dat ik heb besloten, mijn moeder is overleden vorig jaar, in april, 12 april, dat ik ervoor heb gekozen om dat verhaal, de kracht van luisteren, de rest van mijn leven te delen en aan je mee te geven. Dus als je hier de zaal uitgaat straks, de rest van vandaag, thuis, op je werk,
in je Zoom-sessies. Misschien moet het wat minder praten en wat beter luisteren. En presenteren. Succes. Dankjewel. Dankjewel, Frans. Dankjewel. Dankjewel. Zijn er nog vragen? Zijn er nog vragen? Hebben we nog, mag dat nog? Nou, we zitten krap in de tijd. Misschien is er nog één hele prangende vraag die we echt niet mogen missen. En anders ben ik er nog. Spreek me aan. Oh, Dat is een hele goede vraag, want eigenlijk is die connectie er niet. De connectie is alleen dat ik voor NIMA een training geef over presentatievaardigheden. En dat doe ik omdat ik als klantenluisteraar veel spreek, veel presenteer. Dus veel inspiratiesessies, keynotes, workshops, trainingen. In deze tijd natuurlijk veel minder. Want dat gaat, word ik zoals velen van ons hard geraakt door corona. Dus ik geniet me suf vandaag. Dus vanuit die ervaring als spreker heeft NIMA gevraagd, zou je voor ons een training presentatietechnieken willen geven? En vanuit die training heeft men gevraagd, zou je een deel daarvan hier willen delen? Bedankt voor de vraag, want het is een hele terechte. Ik praat vandaag niet over waar ik meestal over praat. Ja. En toch deed je het zo soepel. Ik heb een cadeautje wat echt bij deze ochtend past. Kun je direct mee beginnen? In de auto. Precies. Echt een ochtendcadeau. Lekker flesje wijn. Dankjewel. Heel attent. Groot applaus nog. Dankjewel. Dankjewel.